een zeeman, zoals ik de middelste. Het is belangrijk om steeds voor ogen te houden in de rest van mijn verhaal. Waarom? Ja, ik heb geen hekel aan HR, want ik doe het zelf al heel lang. In mijn leven heb ik 2 keer 3 jaar een van de machtersbedrijven geleid. 1 keer in Brussel en Luik en 1 keer in Waalwijk, in Brabant. Maar het overgrote deel was ik als HR-medewerker tot en met HR-directeur actief. Ik heb geen hekel aan HR-mensen, maar ik denk echt dat het een tijdelijk noodzakelijk kwaad is. Op het moment dat we leren om leiding te geven op een fatsoenlijke manier, de medewerkers ook zelf voor een recht op durven komen en we ze daar allebei in geholpen hebben, en je hebt ook gewoon fatsoenlijke HR-ondersteunende systemen, dan is het HR-vak echt niet meer nodig. Maar dat is niet raar. Het is niet zo dat dit alleen het HR-vak overkomt. Ik denk echt dat heel veel functies die we nu hebben, er over 10, 20 jaar niet meer bestaan. In de huidige vorm, of misschien zelfs helemaal niet meer bestaan. Er zijn mensen die zeggen 80% van de banen die we vandaag hebben, bestaan er over 20 jaar niet meer. Er zijn ook mensen die zeggen 80% van de banen die over 20 jaar bestaan, hebben we vandaag nog niet eens. Dus er is iets aan het gebeuren, er is iets aan het veranderen. Ik beschouw het HR-vak, zolang als het nog bestaat, bestaat uit 6 rollen. En de onderste 4 rollen heb ik overgenomen van Dave Ulrich, een Amerikaan. En die zei, vanuit het verleden waren HR-mensen bezig aan de onderkant. Waren de medewerkers vriend, de employee friend, people friend en waren administratief bezig. Zorgde dat iedereen een salaris kreeg en dat de adressen in het bestand kwamen enzovoort enzovoort. En administratief bezig en de employee friend. En hij zei, dat is niet meer genoeg. We moeten een stap hoger zetten, niet de onderste laag verlaten, maar 1 stap hoger zetten naar change agent worden, verander manager worden en strategic business partner worden. Dus helpen een organisatie in de strategieontwikkeling en dan met name met de focus op de medewerkers van die organisatie die er nu zijn of in de toekomst nodig zijn. En toen ging het fout. Heel veel HR-mensen probeerden naar boven te bewegen, want dat klonk natuurlijk veel interessanter om strategic business partner te zijn of change agent. En vergaten de onderste laag. Als je onderzoeken leest van hoe de medewerkers in dit land kijken naar de HR-afdelingen, dan zijn de meeste medewerkers in organisaties zijn het vertrouwen kwijtgeraakt in de HR-afdeling. En dat had voor een deel te maken dat de business partnerrol door veel mensen werd gedefinieerd als vriendje van de leidinggevende worden. En zorgen dat het met de organisatie allemaal goed gaat. En vergaten ze dat er ook nog medewerkers waren. En vergaten ze te investeren in administratieve processen. Dus heel veel organisaties werken op HR-gebied met houtje-touwtjes, systemen. En hebben HR-mensen, als je ze al hebt, die het vertrouwen van de medewerkers kwijt zijn geraakt. En hebben uiteindelijk nooit die middelste laag bereikt. 10 jaar geleden heb ik er zelf 2 rollen bij verzonnen. Linksboven Employer Branding Specialist, omdat ik er heilig van overtuigd ben dat het passief posten van vacatures, en dan maar kijken wat er komt, omwentelen is naar actief zoeken van medewerkers. Zelf gaan zoeken naar medewerkers. Social media bieden al die mogelijkheden. Voor een paar cent kun je een recruiter tool van LinkedIn kopen, kun je iedereen in de wereld die op LinkedIn zit met allerlei specificaties opsporen. En vervolgens ga je op Facebook of op Twitter kijken wat mensen allemaal nog meer aan het vertellen zijn over zichzelf. En je komt alles te weten. Mensen zeggen gewoon op Twitter weer een klote jaargesprek had met mijn leidinggevende. Nou, dat is het moment waarop je iemand moet gaan benaderen van kom eens een keer bij ons praten. Want misschien is onze organisatie beter bij jouw ambitie en bij jouw wensen passend. Dus ik geloof echt dat de wereld daar volledig aan het kenteren is van passief posten van facturen. We kijken al wat er komt, naar op gaan sporen van mensen. En je kunt medewerkers ook inzetten. Ik heb een keer een referralprogramma gemaakt voor OC Kennen Nederland in Amstelveen en Den Bosch. En dan gaven we 1000 euro netto aan medewerkers die een nieuwe medewerker aandragen. En daar zat een verdubbelaar op. Dus je kreeg 1000 euro als je een goede kandidaat wist op te sporen in de wereld. En je kreeg de tweede keer dat je dat deed 2000 euro, maal 2. En de derde keer maal 2, 4000 euro. Dus je kon bijvoorbeeld ook 7000 euro netto verdienen in een jaar als je 3 goede medewerkers voor ons opgespoord had. En dat is niet raar, hè? Want we zijn helemaal niet te beroerd om een advertentie te zetten van een aantal duizenden euro's. Of een searchbureau in te schakelen die 20% vraagt van een jaarsalaris. Want als je om je eigen medewerkers gaat, dan boven ineens heel zuinig. Terwijl juist je eigen medewerkers de meest actieve zoekers zijn. En nogmaals, social media bieden de kans om overal en iedereen te vinden en op te sporen. Independent Career Counselor, dat is de laatste rol, rechtsboven, heeft te maken met dat mensen niet meer voor een functie komen, maar ze komen voor een loopbaan. En in een loopbaan kunnen er dingen gebeuren. Als je nou een HR-manager of HR-adviseur of BNO-medewerker, maakt niet uit hoe je het noemt, het beestje, maar is bezig
Ze werken in een organisatie met rijschool. Een rijschool met 30 rijinstructeurs en 30 autootjes die rondrijden. Nou, als je deze rol vervult, dan ga je die 30 rijinstructeurs en de eigenaar toch een beetje ongelukkig maken af en toe. Door de vraag te stellen, wat gaan deze mensen over 10 jaar allemaal doen? Als auto's zelf rijden. Ja, daar worden medewerkers niet echt happy van natuurlijk als je rijinstructeur bent. En daar wordt de rijschoolhouder ook niet echt happy van. Maar ik verwacht toch van een HR-adviseur in de laatste fase van het bestaan van HR dat hij die vragen durft te stellen. En daarin ook een beetje luis in de pels durft te zijn. Dit is een plaatje wat ik gestolen heb van Maarten Stangboek. Hij is de Artificial Intelligence hoogleraar in Eindhoven. En je kunt dat niet zien vanuit de zaal. Waar het op neerkomt is, jullie hebben allemaal een Nokia gehad, hè, 10 jaar geleden. Dat was toen state of art, dat was gewoon je van net. Dan had je een mobiele telefoon. Nokia bestaat niet meer, hè? Dat zegt ook iets. Moet je nagaan, dat was wereldmarktleider in mobiele telefonie. Het is verdwenen, dat krijg je als je niet om je heen kijkt wat er aan het gebeuren is. Dat is in Venlo ook sommige ondernemingen overkomen. Als je niet om je heen kijkt, dan kan het wel eens heel snel gaan. Maar die Nokia had het verstand van de hersenen van een muis. En Stijnboek zegt, binnen no time heeft datzelfde telefoontje, die smartphone, heeft het verstand van alle menselijke hersenen van alle inwoners van deze aardbol bij elkaar in één apparaatje. Dat is een kwestie van 10 of 20 jaar en dan zijn we zo. Moet je eens nadenken wat dat gaat betekenen. Wat dat gaat betekenen voor hoe we ons als wereld georganiseerd hebben, hoe we banen hebben ingericht op het moment dat dat gaat gebeuren. Ik zeg altijd van, nu heb je rijschoolhouders en moeten jonge mensen een rijbewijs halen. Dat blijft. Niet die rijschoolhouders, niet die rijinstructeurs, maar wel rijbewijs halen. Daar geloof ik echt in. Binnen no time, weer over 10 jaar, over 15 jaar, moeten jonge mensen van 18 jaar in een auto gaan zitten. En dan gaat die auto rijden en er wordt gekeken of je werkelijk in staat bent om overal met je tengels vanaf te blijven. Omdat die auto 100 miljard keer sneller schakelt en anticipeert op wat er gebeurt dan dat ene simpele stukje 1,5 kilo hersenen. Wat in het hoofd van die jongen of meisje van 18 jaar zit. Dus dan moet je laten zien dat je durft om van de auto af te blijven als die zelf rijdt. Hier hebben we het over gehad, dus als je zo in die ontwikkeling doordenkt, dan is het helemaal niet zo raar dat HR zou verdwijnen of dat het enige vak is wat verdwijnt. Bij HR komt er de dimensie bij dat ik denk als we weer normaal met elkaar omgaan, leidinggevende en medewerkers in welke organisatie dan ook, dan heb je HR helemaal niet nodig. De digitalisering zal nog een veel grotere impact hebben op allerlei functies. Stijnboek heeft het over, er komt een exponentiële ontwikkeling van wat er allemaal digitaal mogelijk is. En dat leidt tot een exponentiële organisatie. En dan is het doel eigenlijk dat je een veilige omgeving weet te creëren waar mensen zich voortdurend kunnen blijven ontwikkelen, leren en blijven investeren en ook in de toekomst inzetbaar blijven. Dat wordt dan het doel. En dan zou je holistisch moeten denken in plaats van suboptimaal. Dat klinkt nou heel theoretisch, maar ik zal dit plaatje graag niet helemaal uitleggen. Dit is eigenlijk een heel HR-beleid voor Universiteit Maastricht. En het is volledig gefocust op het creëren van duurzame inzetbaarheid. Duurzaamheid, hè, daarom is het waarschijnlijk ook niet zo druk vandaag. Duurzaamheid klinkt een beetje suffig. Duurzame inzetbaarheid klinkt nog suffiger. En als mensen er al over nadenken, dan denken ze vaak aan het gaat over arbo en gezondheid en vitaliteit en sporten en eten, voeding. En natuurlijk gaat het daar ook over. Ook heel belangrijk. Maar wat je als organisatie moet realiseren, is dat dat stukje van de mindmap veel minder door jou te beïnvloeden is. De rest van wat mensen doen, in en buiten jouw organisatie, is veel makkelijker te beïnvloeden. En dat heeft te maken met welke kansen bied je mensen, hoeveel zeggenschap geef je ze. Heb je fatsoenlijke gesprekken met mensen? Ben je echt geïnteresseerd in die medewerkers? Heb je voldoende ondersteuning aan mogelijkheden die te maken hebben met ontwikkeling, met opleiding die mensen kunnen volgen? Investeer je daar ook in? Wat is je loopbaanbeleid? Hoe zit het met werkdruk? Een leuk voorbeeld is, werkdruk is een issue in de universitaire wereld. En er zijn universiteiten die hebben, daar hebben HR-afdelingen bedacht van, kom, als je nou een onderwijsvrije periode van een maand inlast, hoef je, want in een universiteit doe je onderzoek en onderwijs, als je dan een maand geen onderwijs doet, dan geeft dat lucht. Ja, is dat nou werkdrukverlaging? Over een maand kom je terug en dan heb je allebei die taken weer. En dan gebeurt iets anders, want op dat moment zeg je, onderwijsvrije periode, dus je hoeft een maand geen onderwijs te geven. Blijkbaar is onderzoek belangrijker dan onderwijs, want niemand heeft het over een onderzoeksvrije periode. Dus dan zeg je ook iets heel raars als organisatie. Wat blijkt uit onderzoek, hè, we hebben een eigen duurzaam inzetbaarheidsonderzoek gemaakt met een aantal van onze hoogleraren. Uit ontevredenheid over Effectory en de Gallups en zo, je kent ze wel, al die medewerkersbelevingsonderzoeken die in de markt zitten.
een eigen onderzoek gemaakt naar duurzame inzetbaarheid. Dan blijkt bijvoorbeeld dat een van de grootste werkdrukoorzaken zit in het voortdurend uitmelken van tijdelijke contracten. Daar is de wetenschappelijke wereld heel goed in, de universitaire wereld heeft daar heel goed in de CAO van de universiteiten. Biedt dat ook allerlei mogelijkheden? Ik vind het zwaar ziek. Want vind je het gek als je mensen voortdurend aan het lijntje houdt in een tijdelijke situatie, tijdelijk, voortdurende baanonzekerheid? Dat zijn starters, hè? Op een woningmarkt die al overspannen is. Denk je nou werkelijk dat er nog één fucking bank te vinden is die aan een jonge wetenschapper die een tijdelijk contract heeft van 3 jaar, dat die nog een hypotheek kan krijgen? Zijn er onderhandelingen met vakbonden en vakbonden hebben het al voor elkaar gekregen dat je nu 6 jaar tijdelijk contract mag afsluiten? 6 jaar ellende en onzekerheid. Nee, bij werkgevers zouden de knop om moeten van vinden we dit nou nog wederkerig? Je vraagt namelijk wel vanaf dag 1 100% loyaliteit van medewerkers, 100% inzet. En vooral voortdurend een voorwaarde. Stel je voor dat je, als je een partner hebt en je wilt gaan trouwen of je wilt een samenlevingscontract gaan zetten, dat je dan zegt van laten we dus beginnen met 3 jaar huwelijk. En kijken of 3 jaar is weer eens ver. Wat ik gebruik steeds is van het doel van duurzame inzetbaarheid is het creëren van een veilige omgeving waar mensen zich voortdurend kunnen blijven ontwikkelen, voortdurend kunnen blijven leren en mobiel kunnen blijven en ook in de toekomst kunnen blijven investeren. Dat moet verplicht zijn. Alle medewerkers. En het moet verplicht zijn voor de leidinggevende om het te faciliteren. En er zijn er allerlei bollen en allerlei knoppen waar je aan kunt draaien, maar dat is dan uiteindelijk de visie. Ik zei al steeds van het komt aan op leiderschap. Als we lousy leiderschap hebben, en dat hebben we op dit moment in heel veel organisaties, dan moet je niet gek vinden dat mensen niet duurzaam inzetbaar zijn. Wat is leiderschap? Ik gebruik een model van David Ulrich van David Meister van Harvard. Dat is niet managen van medewerkers. Dat is echt achterhaald, dat hoorde bij de vorige eeuw. Managen is, ik zeg jou wat je moet doen en ik ga monitoren en controleren of jij gedaan hebt wat ik je verteld heb. Alsof mensen halve machines zijn. Weet je, het past niet meer in deze tijd. En leidinggeven is ook niet de bureaucratie die we ervan gemaakt hebben. Met alle formulieren invullen. Leiderschap is eigenlijk je medewerkers nog gekker maken op de inhoud van hun werk. Nog meer stimuleren, inspireren, uitdagen. Geweldig, inhoud. Het gaat dus over inhoud. En de tweede hoofdtaak van een leidinggevende anno 2020 is bevrijd je medewerkers van bureaucratie. Als leidinggevende krijg je taken op je bord. En ik zeg altijd, dan moet je 2 dingen doen. Je moet je eerst afvragen, vergroot dit de kwaliteit van mijn primair proces? De tweede vraag die je stelt, helpt dit mijn mensen zich verder te ontwikkelen? Als je 2 keer nee antwoordt, moet je die taak niet doen. Gooi het weg. Want wat voegt het dan nog toe? Wat is de toegevoegde waarde van al die rommel die je op je bureau krijgt? En we hebben bureaucratie met elkaar gecreëerd. En de HR-afdelingen waren daar kampioen in. Als je in de zorg gaat kijken, als je in het onderwijs gaat kijken, maar ook in het bedrijfsleven, we vallen mensen lastig met de meest onbegrijpelijke onzin. En we doen er allemaal aan mee. Niemand durft op te staan van, ik doe dit gewoon niet meer. Ik vertik het. Het gaat niet om de kwaliteit van mijn primair proces. Het gaat niet om de ontwikkeling van mijn medewerkers, dus ik doe het gewoon niet. Ik weiger er aan mee te werken. Geef iedere dag een compliment. Ja, zeggen mensen dan wel eens tegen mij van, ja, maar dat is toch wel, als je nou 30 mensen moet aansturen, is dat toch wel veel. Hoezo? Jeetje, dat was goed wat jij gisteren deed. Hoe lang duurde dit? 0,3 seconden, denk ik, hè. En die 1 medewerker al een complimentje gegeven. Hoezo duurt dat lang en kost dat veel tijd? Iedere dag een compliment is toch gewoon minimaal wat je kunt doen. En het vierde is ook, geef negatieve feedback. Dat hebben we ook afgeleerd. We durven niet meer tegen iemand te zeggen, dat doe je niet goed. Wat we dan zeggen is van, je doet dat heel goed en dat ook heel erg goed en dat zou iets beter kunnen. Nee, dat doe je goed, dat doe je goed, dat doe je niet goed. Negatief feedback bevat het woord niet. Dat durven we bijna niet meer. En het laatste is, vraag ook zelf om feedback. Hoe doe ik het nou? En vooral vraag om negatieve feedback. Waar doe ik het als leidinggevende? Zo moeilijk is het toch niet?